Suriname is het eerste land in de wereld dat vanaf 2020 koolstofreducties heeft kunnen behalen en kunnen rapporteren aan de United Nations Framework Convention on Climate Change. Dit zei milieuminister Marciano Dassai vandaag tijdens een persconferentie over carbonkredieten en het beleid daaromheen. De bewindsman stelt dat Suriname nu nog geen kredieten voor alle koolstofreducties en verwijderingen uit zijn gehele bossen ontvangt, maar wel voor de CO2-reducties die het gevolg zijn van de vertragende ontbossing. Het team van SBB is vanaf 2015 bezig geweest om te kijken naar manieren hoe we binnen die bosbouwsector en die houtkapsector CO2 kunnen reduceren door effectieve houtkap toe te passen. En dat hebben ze gedaan. Vanaf 2016 is het gestart. Vanaf 2016 tot en met 2020 hebben we de resultaten kunnen boeken. En deze resultaten zijn vanaf een bepaald moment gerapporteerd naar de UNFCCC. En we hebben dus resultaten kunnen bereiken, zomaar dat Red Plus results. Er zijn wel twee types. Je hebt dus van 2016 tot en met 2019, dat zijn de vintage credits, omdat die een kortere levensduur hebben. En je hebt dan de 2020 resultaten en die hebben we kunnen ontwikkelen en die zijn de ITMO's. Dassai geeft verder aan dat de emissiereductie en koolstofverwijderingen, ITMO's, die gemeten zijn, in de toekomst gebruikt kunnen worden door Suriname. Dus vandaar dat er heel veel waarde wordt gehecht aan dit soort koolstofkredieten. Het is geverifieerd door de VN, dus het is niet een makkelijke weg geweest. Omdat we het moesten laten verifiëren. We zijn dus nu op het moment dat het al voorkomt op het portaal van de UN. En het is officieel, het zijn officiële ITMO's. En het is gekomen vanuit de inspanningen van de overheid. Dassai geeft aan dat de ITMO's geautoriseerd moeten worden door de overheid van een land in het kader van het Parijsakkoord. Het land dat de ITMO's heeft, kan deze aan een ander land overdragen om diens emissieuitstoot balans aan te passen.